Gefeliciteerd. Dankjewel. Weer een stukje dichter bij veiligheid. Zeker. Of ben je het al veilig? Nu? Nee, we hebben nog wel punten nodig. Maar dit was wel een belangrijke en een welkome. Dus heel blij mee. Zag je dat ook in het veld? Dat besef bij jouw ploeg? Ja, ik zag het eigenlijk de hele week al. Hè. We hebben eigenlijk benoemd ook naar Sparta. Dat zijn 8 finales. En je moet zorgen dat je op je allerbest bent. De eerstvolgende, dat was Cambuur thuis. En de volgende moet je weer op je allerbest zijn. En dat gaat niet altijd. Dat zei ik voor de wedstrijd ook al. Je kan niet altijd. Hè, dat wil je wel, maar je kan niet altijd een topprestatie leveren of goed zijn. Maar dat moet wel het streven zijn. En dat zie je dan door de week op het trainingsveld terug. Dus daar zag je de afgelopen dagen wel focus en de wil om deze wedstrijd te winnen. Want was dit de allerbeste wedstrijd van Go Ahead? Nou, het was niet de allerbeste, maar in focus en in hoe ze dingen samen hebben gedaan. Natuurlijk gaan er dingen fout, maar was dit wel... Ik zat in ieder geval rustig op de bank, laat ik het zo zeggen. Dat je ziet dat er dingen met elkaar zijn afgestemd en dat je dingen terug ziet waar je op getraind hebt. Je hebt geen moment het gevoel, gaat toch, neem ik aan als trainer, dit gaat mis. Nee, nou, je houdt altijd een beetje. Het zijn altijd momenten. Hè. Er was één keer in de tweede helft dat de boel open lag. Dat hij nog net geblokt werd. De zeg Kuipers maar. Die tackle de bal uitgooit. Ja. Ja, dat zijn momenten of spellenvattingen. Dat zijn altijd momenten waardoor een tegenstander weer terug in de wedstrijd kan komen. Maar ik vond het nog even jammer dat Luc net na de hervatting niet die 3-0 al eerder maakt. Want dan zit je natuurlijk nog rustiger. Maar nee, ik denk dat ze het weer hartstikke goed gedaan hebben. En wat ik al eerder zei, die jongens doen het dit seizoen sowieso al geweldig qua instelling en intensiteit met elkaar. En daar ben je na 27 wedstrijden al met 30 punten al aardig voor beloond, volgens mij. Ja, je wint uiteindelijk met 3-0. Je kreeg wel eens doelpunten tegen uit standaard situaties. Het is ook wel prettig als je er eens een paar keer uit scoort. Ja, nou, dat heb ik ook voor de wedstrijd gezegd. Hè. Dat zijn ook dingen, daar train je veel op. En daar scoren we natuurlijk ook uit. Nu twee keer. Hè. Dus dat is... dat helpt. Hè, om jezelf, ook al zit je goed in de wedstrijd, om toch even het verschil te maken. Dus ook daar zijn we blij mee. Ja, een paar weken geleden sprak ik je, toen zei je van nou, het blijft tot de laatste speeldag nog spannend. Geloof je dat nu nog steeds? Nou, ik denk dat het heel spannend gaat worden. Hè. En ik was ook nog niet zo overtuigd dat wij daarvan weg zouden blijven. Het lijkt er nu op dat je... Dan moet je even afwachten wat uitslagen worden. Maar het lijkt erop alsof je toch wel ietsje afstand hebt nu. Maar je weet het niet. Je moet eerst zorgen dat je genoeg punten hebt. Maar daar hebben we wel een goede stap voor gezet in ieder geval. Nog een appje gehad van Veridaal? Ik heb nog niet gekeken, maar ik zal het je zo laten weten. Dankjewel.